De Schelde stroomt al honderden jaren vanuit Frankrijk dwars door België en Nederland naar de Noordzee. Met al haar bijrivieren zorgt ze voor een landschap dat barst van dynamiek. Haast nergens in Europa vind je nog de pracht en praal van zulke grootschalige getijden natuur. Maar ook in Nederland en Vlaanderen staat de natuur in en rondom de Schelde en haar zijrivieren onder druk. In dit dichtbevolkte gebied moeten veiligheid, natuur, economie en recreatie hand in hand gaan. Dat vraagt om een slimme aanpak. Nederland en Vlaanderen beseffen dat ze samen moeten zoeken naar een betere balans in en om de Schelde. Die visie kwam samen in een gezamenlijk plan. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde Estuarium bestaat uit tientallen puzzelstukjes die de Schelde en haar zijrivieren weer ruimte geeft om te ademen. De puzzelstukjes die Vlaanderen veiliger en natuurlijker moeten maken, zijn onderdeel van het ambitieuze Sigma-plan. Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke ontwikkelingsschets is het Hedwige Prospect-project. In de Nederlandse hertogin Hedwigepolder en het noordelijke gedeelte van de Vlaamse hertog Prosperpolder groeit een nieuw getijden natuurgebied. Het grensoverschrijdende Hedwige Prospect-project omvat 465 hectare en helpt het ecosysteem van de rivier herstellen en de Vlaamse Schelderegio beter beschermen tegen overstromingen. Een nieuwe ringdijk van 4700 meter lang en 9 meter hoog zal de oude Scheldedijk vervangen. De oude Scheldedijk wordt doorbroken en deels afgegraven, waardoor er 2 maal per dag water het gebied zal in- en uitstromen. Door de variatie van eb en vloed, van zout en zoetwater, ontstaat er een uniek getijdengebied. Een prachtig landschap waarin haast vergeten planten en dieren zich thuis voelen. En dat samen met andere natuurgebieden een robuust ecosysteem vormt. Na elke vloed blijft er een sliplaagje achter, waardoor slikken en schorren ontstaan. De lager gelegen slikken overspoelen 2 maal daags en krioelen van wormen en schelpdieren. Een feestmaal voor de vele steltlopers die hier straks op bezoek komen. Op de hoger gelegen schorren groeien allerlei typische plantensoorten en riet, die op hun beurt een veilige thuishaven vormen voor vele diersoorten. Op de zandplaten langs de Schelde zie je vaak zeehonden genieten van de zon. Hier leeft alles mee op het ritme van de getijden. Jonge vissen kunnen rustig groot worden voordat ze via de geulen weer naar zee zwemmen. Behalve mooi zijn de slikken en schorrenplanten ook bijzonder nuttig. De getijdennatuur filtert het teveel aan stikstof uit het water en brengt zuurstof in het water, zodat het natuurlijk evenwicht zich herstelt. Slikken en schorren vormen de longen van de rivier. Het Hedwige Prospect-project ligt vlak naast het verdronken land van Saaftingen en andere nieuwe Vlaamse natuurgebieden en vormt hiermee een aaneengesloten, grensoverschrijdend natuurgebied, waarin het aangenaam toevoegen wordt voor mens en dier. Toch was en is niet iedereen gewonnen voor de plannen. In de omgeving ontstond veel weerstand tegen de plannen. Dat goede landbouwgrond wordt teruggegeven aan het water, kan er bij veel bewoners niet in. Het project is echter een onontbeerlijke bouwsteen in het herstelplan voor natuur, veiligheid, economie en recreatie langs de Schelde. Het prachtige landschap en de ligging vlakbij de haven van Antwerpen en het verdronken land van Saaftingen maken het gebied erg interessant voor lokale horeca en recreatieondernemers. Daarnaast kunnen omwonenden en toeristen volop genieten van een unieke natuurbeleving. De ideale plek om tot rust te komen. Via wandel- en fietspaden kom je langs verschillende fantastische uitkijkpunten. Ook in het Scheldepaviljoen geniet je ongestoord van de zeldzaam geworden planten en dieren. Snuif in alle rust de zilte buitenlucht op of duik in het activiteitenaanbod dat lokale ondernemers hier uitrollen. Moe geworden? Boek dan een eco-lodge of een kamer in een van de bed and breakfasts en geniet vervolgens heerlijk uitgerust van een huifkarretocht, grensverhalentocht of dwaaligjeswandeling door de streek. Je merkt het. Samen bouwen we aan een internationale trekpleister met talloze kansen voor gemeenten, bewoners, verenigingen en plaatselijke ondernemers. Tot ziens in de prachtige Hedwige Prospectpolder.